Ik heb 6 van mijn vrienden opgesloten in de kleinste kamer ter wereld. En degene die als laatste kamer uitgaat, wint deze koffer met 1000 euro. Oeg, mamboos, yeah! Deze kamer is echt 1 bij 1 meter. Ik kan er zeg maar net staan. Ik kan hier ook niet eens liggen of zo. Dit is zo klein. Ja, wat trouwens vreemd is, is dat we hier een foto van mezelf hier hangen en een ja en een nee knop. Ik zit hier in mijn control room waar ik alles in de gaten kan houden met heel veel verschillende camera's. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Nee. Ja. Nee, ik niet. Oké, ik denk het niet. Want het is ook bloedheet in zo'n kist. Omdat deze video is opgenomen in de zomer, liepen de temperaturen in de kamers wel op tot ongeveer 45 graden. We hebben wel een waaiertje gekregen, maar dat doet echt hele niks. Maat, ik zweet me dood. Je hoort ook mensen praten, maar je hoort eigenlijk niet wat ze zeggen, want je hoort hier best weinig. Ik hoor jou wel en dat vind ik heel irritant. Hou je bek. Ik heb er wel echt veel vertrouwen in dat ik ga winnen. Deze standen zijn namelijk niet zo goed. Kijk hoe sexy ik ben. Hallo Mier, mijn naam is Max. Wordt gewoon zo emotioneel. Maar ik weet dat ik deze 1000 euro ga winnen. En nu is het wachten, denk ik. Ja, want voor de eerste 2 uur heb ik ze al meteen helemaal alleen gelaten. En daardoor begonnen ze zich al flink te vervelen. Jacco gaat verliezen. Ik word gewoon niet met rust gelaten. Mensen die nu al energie verspillen. En zo'n Floris is hartstikke druk aan het schreeuwen nu. Floris, hou je bek! Jacco heeft de kleine... Want wat ze nog niet wisten is dat dit geen normale Last to Leave gaat worden. Jullie kunnen namelijk kiezen of dat jullie gewoon door willen gaan zoals het nu is. Of dat jullie een challenge gaan doen, maar dan valt er sowieso iemand af. Ja. Ik wil niet afvallen. Jullie kunnen stemmen. De groene knop voor een challenge of de rode knop, dan gebeurt er niks. Nou, ik druk natuurlijk op de groene knop. Ik druk op ja. Oeps. Nou jongens, dat betekent dat jullie een challenge gaan krijgen. Dus krijgen ze allemaal een envelop met daarin een foto van iemands hoofd. Jongens, ik snap niet wat ik hiermee moet. Ik heb echt geen idee wat ik moet, maar ik heb Suzy. Alleen één iemand heeft een lege envelop gekregen. Hij is leeg. Als ze er samen uitkomen dat Floris de lege envelop heeft, ligt hij eruit. Maar als ze de verkeerde persoon aanwijzen, mag Floris kiezen wie eruit gaat. Dus dan moet hij gaan liegen, zodat ze hem niet gaan uitkiezen. Ik heb een foto van Cedric met een blauw randje eromheen van die samenwerkvideo. Ik heb de profielfoto van Suzy Kierkels. Ik heb een foto van Mr. Beast bij de Nickelodeon Award. Ja, en ik ben de paus. Jongens, maar we luisteren ook niet echt naar elkaar. En dat is moeilijk, maar die... om ons heen. Nou, ik ben dus bang dat Floris het inderdaad is. Ik denk niet dat het Jacco is. Nee, dankjewel Cedric. Ja, dan kies ik Floris. Zo. Ja, jij bent gewoon Zeus. Oké, ze verdenken nu bijna met z'n allen Floris. Als Floris hier nu niet onderuit komt, ligt hij er gewoon uit. Jacco, welke kleur is het shirt van Suzy? Wit. Die profielfoto van Suzy. Ja, daar heeft ze een roze shirt aan. Ja, hij zet toch een roze shirt aan? Nee, ze heeft een roze achtergrond. Dan doe je toch geen roze shirt aan? Nee, lichtroze was dat. Ja, oké, jij Floris. Jullie mogen dus nu gaan stemmen. Floris, op wie stem jij? Ik stem op Jacco. Ja, ik stem op Floris. Oké, dus 1 stem voor Jacco, 1 stem voor Floris. Ik stem op Kebo. Oké, ik stem op Jacco. Nee! Goed zo, Kebo! We hebben gewonnen! Ja, ik stem ook op Jacco. Jullie zijn zo dom. Maar dan ga ik voor de fun wel op hij. Dus dat betekent dat iedereen op Jacco heeft gestemd. Dan mag nu degene die geen foto in zijn envelop had, ja roepen. Ik heb een lege envelop! Godverdomme. Nee. Ik zei het nog. Ik had gelijk. Hoe is hij eruit gekomen? Floris stond er oprecht zo slecht voor en nou... is hier gewoon door! Jacco, waarom zou ik je er niet uit moeten stemmen? Oh, dan gaat hij dat ook nog vragen aan iedereen. Oh, wat is het een klootzak. Dan heb je geen leuke buur meer om met te praten. Ja, dat klopt. Dus nadat Floris dit aan iedereen heeft gevraagd, moet hij toch echt een beslissing gaan maken. Floris, ik wil graag een antwoord horen. Cedric, ik moet eruit! Waarom? Oh, wat lullig. Nee, Cedric! Sorry! Hey. En hij is eruit! Cedric. Oh, wat sneu! Waarom mij? Ja, sorry. Maar ik denk dat jij hem altijd met het meeste kans. Ik vind niet dat ik dit verdiend heb. En dan kunnen jullie nu weer lekker niks gaan doen. Oh, verschrikkelijk. Wanneer eindigt het lijden? Dat duurt nog wel even. Want een uur later gingen ze alweer stemmen of ze een challenge wilden gaan doen. Maar daar stemde bijna iedereen voor nee. Maar ik denk dat ze er straks heel veel spijt van gaan krijgen. Want ik ga ze nu lekker voor een paar uur alleen laten. En daar hebben ze zeker spijt van gekregen. Want ze verveelden zich helemaal dood. Leven nog een. Amper. Ik had er bij het begin wel veel vertrouwen in, maar nu weet ik het eigenlijk niet meer zo goed. Dus hebben ze allemaal maar besloten te gaan slapen, maar dat laat ik natuurlijk niet zomaar gebeuren. Wakker worden! Oh, nee. Nee. Laat me liggen. Ik wil slapen. Ik geef ze weer de optie om een challenge te gaan doen. En omdat iedereen het steeds zwaarder gaat vinden, stemt iedereen, behalve hij, op ja. 4 ja's en 1 nee. Dus dat betekent dat we weer een challenge gaan doen. Yay. Godverdomme. Zoals jullie zien hangt er een heel mooi fotolijstje in jullie doos. Daar mogen jullie allemaal je rechterhand op leggen. Oh, nee toch. Ik weet al precies wat we moeten doen. Dan worden de fotolijstjes nu losgeschroefd. Wat gebeurt daar? Nee.
Ah, nee, dus het niet op. Ah. Jij, ik ga je nog pakken, jongen, echt. En de eerste persoon die hem laat vallen, ligt eruit. Jongens, daar kan nog makkelijk 5 kilo bij. Dit is echt easy. Dit lijkt dus totaal niet zwaar, maar als hij straks 2 uur zo staan, wordt het niet heel prettig, denk ik. Maar na een kwartiertje had Floris al een plan gemaakt. Ik ga dan ook dus mijn laadfles laten vallen en dan ga ik meeroepen. Dan doe ik alsof ik hem los heb gelaten. En dan hoop ik dat iemand anders hem loslaat. Wacht, ik ga hem omdraaien. Wat is omdraaien? Wat is dat? Nee! Heeft hij hem laten vallen? Nee! Volgens mij heeft Floris hem laten vallen. Nee, joh! Oh, leuk, doe ik op. Wat een loser! Dit is niet waar, toch? Dit klopt niet. Dit klopt niet. Ik vertrouw er helemaal niks van. Ik hou mijn hand er gewoon op. Ik wil even een bevestiging dat hij van Floris gevallen is. Nee, grapje, ik heb hem nog. Ik was er echt ingetrapt. Ik had hem bijna losgelaten. Hoezo trapte niemand hierin? Ik dacht, ik heb niemand. Oh, dit is zo jammer. En ze hebben maar liefst 2 uur lang met hun hand tegen het fotolijstje gestaan. Maar nu beginnen ze het wel heel zwaar te vinden. Ik wil eigenlijk liever dood. Oh, maar ik heb oprecht geen gevoel meer in mijn ping, man. Je kan niet meer. Het wordt dus tijd dat iemand hem gewoon laat vallen. Zal ik het jullie wat moeilijker maken? Ja, of makkelijk, hè? Ik druk op ja. Dan moeten jullie vanaf nu het schilderij met 1 vinger vasthouden. Dat is wel vrij vervelend. Met 1 vinger. Dan zijn er niet veel. Nu kan echt elk moment de eerste hem laten vallen. Dat viel toch wel flink tegen, want ze hebben weer 1 uur lang tegen de muur aangestaan. Maar toen kwam Jacco met een idee. Wil iemand een spelletje met mij spelen? Kop of munt? De verliezer moet hem loslaten. Ga je het echt doen? Kop of munt durf ik wel. Dus iemand gaat er van jullie sowieso uit. Maar dat betekent dat Kebo, Hein en ik sowieso door zijn. Maar dan moeten wij wel iets kiezen. Ik wil kop. Nee, ik ben munt. Als het kop is, blijft Mark erin zitten. En als het munt wordt, blijft Jacco erin zitten. Kijk, ik hoop dat het munt is. Ah, wat spannend. Het is kop! Yes! Hey. Dus Jacco moet eruit! Nee! Nee, Jacco! Oh, dit was zo spannend! Oh, en hij stapt eruit! Hij is er echt uit! Hoezo maakt hij deze weddenschap? Wat een sukkel! Hey jongens! Hey. Jacco! Nee! Dus dan mogen jullie allemaal het schilderijtje weer loslaten! Oh, mijn middelvinger! Verdomme, wat deed de pijn! En dan kunnen jullie weer lekker niks gaan doen! Nu dat ik ze weer een paar uur alleen heb gelaten, zitten ze er al 10 uur in! Dus dat betekent dat jullie avondeten gaan krijgen! Yay! Yay! Ik heb echt honger! Sam Kennen zal dat niet echt een lekkere maaltijd zijn. Daar heeft Mark helemaal gelijk in, want ik ga ze toch geen lekker eten geven. Maar ze krijgen wel eten in hun eigen kleur. Volgens mij is het niet eens oranje, maar het ziet er wel super smerig uit. Ja, ik denk niet fris. Volgens mij is het gewoon aardappelpuree. Smaakt helemaal niet zo verkeerd eigenlijk. Oh ja. En ik had het echt totaal niet verwacht, maar ze hebben het allemaal helemaal opgegeten. Ik dacht bijna overgeven, jezus. Nu zitten ze weer uren niks te doen, wat natuurlijk heel saai is. En dan begint het ook nog eens te regenen. Het is net gaan regenen, dus hebben wij de cel over ons heen gekregen. Maar nu kan ik dus zelfs niet meer naar buiten kijken. Dat maakt het dus nog saaier, want nu hebben we niks om naar te kijken. En het regent, dat betekent dat het kouder gaat worden. En dat is ook niet onprettig. Want we moeten wel gaan slapen vannacht. Echt, als ik aan dek moet schijten. Maar goed, niet aan denken. En nu is het inmiddels donker geworden. Floris, Mark, Kebo en Hein zitten er gewoon nog steeds in. Ik snap niet hoe jullie nog moed hebben, terwijl jullie weten dat je tegen mij speelt. Oh, Hein zit er ook nog in. En ik heb hier 3 kussens. We zijn er 4. Jullie moeten gaan smeken. Huh? 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 Dus ga maar op je knieën. Zeg waarom ik hem aan jou moet geven. Ik heb ook geen idee waarom ik ze dit wilde laten doen. Oh, lieve Sam. Sam, je ziet er gewoon zo goed uit. Ik zou je zo graag willen kussen. Oh, ik bedoel, ik zou zo graag je kussen willen. Wat zit je haar goed? De allerbeste YouTuber die ik ken. En ik vind jouw Lego Star Wars verzameling totaal niet nerdy. Nou, dit ga ik natuurlijk niet doen. Je geeft hem maar gewoon. Zodat ik je niet op je bek sla. Dat is voor mij de beslissing gemaakt. Dus Mark, Kebo en Hein krijgen een kussen. En denken ze dat ze lekker kunnen gaan slapen. Maar ik heb midden in de nacht iets leuks voorbereid. Op dit moment loopt er namelijk iemand met een bivakmuts naar buiten die de kamers kleiner gaat maken, zonder dat ze ook maar iets doorhebben. Nee, joh. Alle dozen zijn kleiner gemaakt. Ik snap er helemaal niks van. Ik lag nog heerlijk te slapen, word ik wakker van het geluid van een schroefmachientje. Mijn ruimte is gewoon gehalveerd. Hier is glas al, hè? Nou lig ik al helemaal opgevouwen. Ik heb hier een positie gevonden waar ik een soort van kan slapen. Maar soort van is een groot woord. Dan gaan we het toch maar proberen. Wel rusten. Maar slapen in zo'n kleine ruimte is echt verschrikkelijk. Ze liggen allemaal opgevouwen en hebben haast niet kunnen slapen. Dus ik denk dat er wel iemand op het punt staat om op te geven. Daarom heb ik iets bedacht. Wakker worden, jongens. Wakker worden. Goedemorgen. Ik heb dus net zonder dat ze het door hadden 100 euro buiten hun kamer neergelegd. En degene die hem als eerst pakt, mag hem hebben. Maar ja, die ligt er dan wel uit. Oké, ze zien hem allemaal liggen. Wat gaan ze doen? Oh, ik hoop echt dat iemand hem pakt. Ik ga de 1000 euro niet laten liggen voor 100 euro. Ja, ik zou het doen als ik jou was, Kebo. Ja, Kebo. Ik bedoel, het is of nou 100 euro of niks wanneer ik win. Kebo, pak hem maar gewoon. Pak hem, het is 100 euro. Wat doet Floris nou? Hij gaat eruit.
Wat? Hij gaat voor de 100 euro. Wat? Want hij is buiten. Floor staat hier ineens. Wat is dit nou? Hij is eruit. En nu zijn er nog maar 3 over. Succes jongens. En nu het nog tussen Mark, Kebo en Hein gaat, mogen ze weer gaan kiezen of ze een challenge willen of helemaal niks. Kijk, op het moment dat we geen challenge doen, zijn we hier over 6 weken nog. Er moet iemand afvallen. Ik hoop dat Mark het is. Ik zeg op yes. Dat is duidelijk. Dus is het tijd voor een challenge waarvoor er eerst een gat in hun kamer moet komen. Buiten jullie kamer staat een koker die je moet gaan vullen met het water dat ernaast staat. En de persoon die als laatste zijn koker tot het rode streepje gevuld heeft, ligt eruit. Ik wens jullie heel veel succes. Begin maar! Oké, ze moeten oprecht heel voorzichtig gaan zijn, want als ze te veel water ernaast gooien, gaan ze de koker niet meer vol kunnen krijgen. Kebo heeft zijn koker neergelegd, waardoor hij heel snel er water in kan gieten. Ik had niet verwacht dat dit zo lang zou gaan duren, want steeds één schepje water in de buis doen schiet natuurlijk totaal niet op. Dus daarom proberen Hein en Mark ook een andere tactiek. Kan gewoon niet. Oh! Oh nee, Mark is heel veel water kwijt. Mark, sukkel! Mark, wat doe je? Ging mis. Nu ze al bijna een uur bezig zijn, beginnen ze allemaal heel ongeduldig te worden. En beginnen ze steeds meer risico te nemen. Huh? Oké, wat doet hij nou? Oh, hij neemt hem echt heel goed. Hij kan oprecht Kebo daarheen gaan halen. Ze kunnen ook niet van elkaar zien hoe ver de andere is. Dus ze weten niet hoe snel ze op moeten schieten. Goed. Oh nee. Mark heeft ze even laten vallen. Nee, Mark gaat eruit. Hij stopt. Hij geeft op. Mark geeft op. Hey, Mark. Hallo. Hoi, oh, yo. Dus dat betekent dat Kebo of Hein de 1000 euro gaat winnen. Nou, dat wisten we natuurlijk vanaf het begin op Aland. Hein, dat wisten wij al. We begonnen bijna 30 uur geleden met alle 6 de kamers vol. En nu zijn er nog maar 2 over. Dan wordt dus ook voor de laatste keer hun kamer nog een stuk kleiner gemaakt. Ik kan dus niet verder staan dan dit. Ik kan niet draaien. Ik kan niet eens met dwars staan. Bevalt de ruimte een beetje. Het is lekker, Sam. Heerlijk. Totaal niet. Nu laat ik ze voor de laatste keer kiezen of ze een challenge willen of gewoon willen blijven zitten. Persoonlijk niet. Heel veel zin om hier nog lang te staan. Ik wil het uitvechten. Ik ga op ja drukken. Ik heb hier maar één knop en dat is ja. Dat betekent dat de winnaar nu bepaald gaat worden. Ik ben helemaal klaar mee, jongens. Echt. Ik wil eruit. Ik ga Kebo uit zijn lijden verlossen. Maar wel door hem te laten lijden. Ik ga de winst pakken. Die 1000 euro die is van mij. Dus voor de laatste challenge heb ik de 1000 euro in een kluisje gedaan en voor hun neergezet. En de sleutels daarvan hangen aan een lint. Maar ja, omdat jullie natuurlijk in de doos zitten, krijgen jullie hulpjes. Ik kies Jacco. Oké, Floris. Dan moeten ze nou dus instructies gaan geven aan Jacco en Floris die helemaal niks kunnen zien. Oké, Floris, draai ongeveer 45 graden naar links. Ja, recht vooruit, recht vooruit. En degene die dus als eerste het kluisje heeft geopend met de 1000 euro erin, die wint. Ja, links van je. Ah, hij is leeg. En dan iets naar rechts, iets naar rechts. Ja, 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 ja. En dan iets vooruit nog. Nog een klein stukje. Oh, je slaat de sleutel uit zijn hand. Hij heeft zijn sleuteltje laten vallen. Of ja, zijn hulpje heeft zijn sleuteltje laten vallen. Recht voor je, in het gras. Dit moet het zijn. Ja, recht voor je staat het kluisje. Ja, doe maar. Ja! Hey, Kebo heeft gewonnen! Kebo heeft gewonnen! Heerlijk, kom op! Kom op, hé! Lekker man! Hé! Hey. Kebo! Ja! Het rollen! Woehoe! Je 1000 euro! Oh jongens, en wat is het terecht, hè? Ik heb last van mijn billen. Like, abonneer, tot de volgende keer. Houdoe! Doei! Mag ik eruit? Hallo!